Oekraïne wordt voor het oog van de wereld onder de voet gelopen door Rusland. Wat velen niet voor mogelijk hielden, is nu realiteit. Doden, gewonden, honderdduizenden mensen, 1,5 miljoen zelfs volgens de VN op de vlucht. Oorlog in Europa. Hoe moet Nederland zich opstellen? Wat vraagt het van Europa? Aan tafel de minister van Buitenlandse Zaken, Wopke Hoekstra. Hartelijk welkom. Goedemiddag. Ja, Mariupol is natuurlijk de stad die in het nieuws is op het ogenblik zwaar gebombardeerd. 6 dagen lang. Honderden slachtoffers, dodelijke slachtoffers, volgens de burgemeester, zagen we net op het journaal. Artsen zonder grenzen zegt ook, de humanitaire situatie is dramatisch. Geen elektriciteit, geen water. Nu even mogelijk een evacuatiemoment. Is dit een voorproefje van wat daar in Mariupol gebeurt, van wat de rest van Oekraïne te wachten staat? Ja, dat is helaas niet uit te sluiten. En ja, dit is echt ronduit dramatisch. Het is een bijna middeleeuwse beschieting. Met dan nu opnieuw de poging om een soort corridor te creëren waardoor mensen weg kunnen. Juist ook omdat die mensen daar geen leven meer hebben. U zei het al, er is geen water, er is geen brandstof, er is geen eten. En overigens voor de mensen die de stad willen verdedigen, hebben die natuurlijk een spiegelbeeldig probleem. Die willen natuurlijk graag goederen, wapens, munitie, de stad inkrijgen. En aan de ene kant zijn we natuurlijk, denk ik, allemaal diep onder de indruk van wat Oekraïne laat zien. Bereid om letterlijk voor elke straat te vechten. Je ziet ook dat de Russen er steeds weer een schepje bovenop doen. Met potentieel steeds meer mensenlevens, ook burgerslachtoffers tot gevolg. Dus echt dramatisch. Ja, en de vraag is dan natuurlijk hoe je je daartoe verhoudt als Europa, als Nederland. Wat je wel kan doen, wat je niet moet doen. Daar gaan we het in dit gesprek over hebben. Eerst even vaststellen dat de VN dus zegt dat Oekraïne de snelst groeiende vluchtelingencrisis is sinds de Tweede Wereldoorlog. Ja. Je hoort veel zeggen, meneer Hoekstra, wat er nu gebeurt is een kantelpunt, een omwenteling. Ja, is het dat in welke zin? Nou ja, kijk, als je ziet wat er nu gebeurt, hoe de wereld eigenlijk in 2 weken totaal is veranderd, dan het is altijd moeilijk om precies te duiden of je nou op het moment dat je het meemaakt, of je een kantelpunt te pakken hebt. Dat kan je pas op een later moment definitief overzien. Maar als je realiseert dat bijvoorbeeld een land als Zwitserland altijd neutraal nu heeft gezegd, wij gaan mee met sancties. En als je ziet dat een land als Zweden, wat sinds 1939 niemand meer wapens heeft geleverd, ook heeft gezegd, wij doen nu mee. Ja, dan realiseer je dat je echt op een waterscheiding in de geschiedenis je bevindt. Of een breuklijn misschien wel tussen dictatuur en democratie? Ja, dat is wat sommige commentatoren natuurlijk zeggen. Helemaal nieuw is dat niet. Ik denk dat je zo eerlijk moet zijn om te erkennen dat eigenlijk De rechtsstaat, de multilaterale orde, hoe wij in het Westen aankijken tegen mensenrechten, staat eigenlijk al langer onder druk. Wij worden al langer uitgedaagd door spelers op het geopolitieke toneel. Maar dit is natuurlijk echt van een volstrekt andere orde. Dit is gewoon frontaal een aanval op eigenlijk de vrede van Europa. Wat vindt u van de rol van de Oekraïnse leider Zelensky? Ik moet zeggen dat ik zowel van hem als van Kuleba, mijn collega, echt diep onder de indruk ben als het gaat over hun vastberadenheid, hoe proactief ze ook communiceren. Er zijn natuurlijk toch veel mensen die misschien dachten, nou ja, misschien gooi je op een gegeven moment het bijltje erbij neer, maar het tegendeel is waar. Dus ik ben zeer onder de indruk en ook breder van de vastberadenheid van Oekraïne. Zijn boodschappen, zijn toespraken, die maken veel indruk en worden eigenlijk steeds indrukwekkender. Hij smeekt het Westen, hij smeekt de NAVO om een no-fly zone. Ja. Een leeg luchtruim boven Oekraïne. Ja. Nee, zegt de NAVO, dat kan niet. Ja. Dan zegt Zelensky, de dodelijke slachtoffers die vallen zijn jullie verantwoordelijkheid. Hoe zwaar drukt die verantwoordelijkheid op u? Ja, het is natuurlijk überhaupt heel moeilijk om tegen een land en tegen individuen die je bovendien ook persoonlijk kent, om daar nee tegen te zeggen in zo'n situatie. Kuleba was afgelopen vrijdag ook en in de vergadering met de NAVO-landen. En vervolgens in de vergadering met de EU, weliswaar via het scherm. Maar dat maakt natuurlijk op iedereen grote indruk. En dat is ook heel erg lastig bij zo'n verzoek om die no-fly zone. Want vanuit hem begrijp ik dat heel goed. En tegelijkertijd vind ik wel verstandig wat Jens Stoltenberg daarover gezegd heeft. Want als je dat zou doen en je zou zeggen, je gaat dat hele luchtruim, ga je als NAVO, ga je dat tot een no-fly gebied ga je dat bestempelen. Je gaat dan dus daar ook handhaven. Dan loop je toch de aanmerkelijke kans op een rechtstreeks conflict tussen de NAVO en Rusland zelf. En dan heb je potentieel nog veel meer de pop aan het dansen. Ja, dan loop je echt het risico op een dramatisch veel grotere oorlog. Ja, u vermijdt hier zorgvuldig het woord nucleair. Ja, en dat is natuurlijk toch wat velen wel in hun achterhoofd hebben. Het is niet voor niks dat
De Verenigde Staten, wat mij betreft, ook heel verstandig. Ook de nucleaire retoriek van Poetin de afgelopen week eigenlijk niet gematcht hebben. Nee, u zegt dat wil je niet, die kant op escaleren. Dat is te gevaarlijk, dat is te vernietigend. Moeten we dan niet ook concluderen dat we dus onmachtig zijn richting Poetin uiteindelijk? Nou, onmachtig zijn om de Oekraïners te beschermen, omdat we bang zijn voor de kernwapens van Rusland? Nee, kijk, er zijn twee lessen die je ook moet trekken uit het verleden. De eerste les is geen appeasement richting een dictator. En dus niet alleen dit moreel veroordelen, maar ook alles op alles zetten op het gebied van sancties, wapensteun, humanitaire steun, economische steun. Dat is wat we natuurlijk echt vol aan het doen zijn. En met veel meer eendracht, veel meer saamhorigheid dan velen, denk ik, twee weken geleden van de Europese Unie verwacht hadden. Maar de tweede opdracht is wel belangrijk, is om dat ernaast te leggen. Je moet natuurlijk ook alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat dit niet een groter conflict wordt en potentieel een nucleair conflict. En je een veel grotere oorlog opeens tegemoet gaat. Ofwel doordat er toch sprake is van verdere escalatie, of, en dat vergeten we ook wel eens, gewoon door een misverstand. De wereld heeft natuurlijk een paar keer eerder, in 1962, 1983, bijna een kernwapenoorlog gehad, gewoon door een misverstand. Ja. Dat dilemma, aan de ene kant willen helpen, aan de andere kant niet willen escaleren, daar hebben we het over. Er is sprake van, en ik wil graag met u doornemen wat het in de praktijk betekent. Ja. Want er is sprake van dat Polen MIG-gevechtsvliegtuigen zal leveren aan Oekraïne. Die gevechtsvliegtuigen zouden dan weer vervangen worden in Polen door F-16 van de Verenigde Staten. Ja. Verenigde Staten. Vindt u het een goede actie als Polen die MIG's levert aan Oekraïne? Nou, ik vind dat een land wat zich in zo'n situatie bevindt als Oekraïne, dat echt het recht heeft om zichzelf te verdedigen. En dat ligt natuurlijk ook ten grondslag aan de Nederlandse beslissing om ook, toch ook voor ons geen gebruikelijke actie in te zetten op wapenleveranties van allerlei categorieën. Ja. Dus dat Polen dit overweegt, vind ik op zichzelf te billiken. Ik vind wel dat je tegelijkertijd moet zorgen dat de NAVO niet als entiteit onderdeel wordt van het conflict. En dat is ook precies de reden, hoe moeilijk die boodschap ook is. Want het is natuurlijk razend ingewikkeld om dat tegen Zelensky en tegen Kuleba te zeggen. Ja. Maar zo'n no-fly zone, dat zou echt niet verstandig zijn. Nee, maar die gevechtsvliegtuigen leveren vanuit Polen aan Oekraïne, dat zegt u, dat is te billiken. Nee, dat is aan elk land om daar een eigen afweging in te maken. Ja, maar ik hoorde het u net zeggen, toch? Ik vind dat te billiken dat Polen dat overweegt. Maar dat is wat anders en daarom maak ik het onderscheid dan als de NAVO zou zeggen, wij gaan daar zelf. Nee, dat is helder. Ik hoorde net generaal-majoor van Kappen buitendienst zeggen bij WNL dat dit door Poetin zal worden opgevat als een ernstige escalatie. Ja, maar ik denk dat we daar toch ook, en dat zal van Kappen, zal dit daar zeer mee eens zijn, dat we ons moeten realiseren wat hier aan de hand is. En wie hier het initiatief toegenomen heeft. Want dat is wat wel eens verloren is gaan, met name in het begin van de discussie. Als zouden er meerdere partijen hier eigenlijk schuld hebben. Rusland heeft ervoor gekozen om 170.000 soldaten eerst samen te pakken rondom de Oekraïnse grens. En is daarna volstrekt in tegenspraak met al het internationale recht de grens overgaan, is gewoon een oorlog gestart. Laten we dat niet vergeten. Het is cruciaal. Ja. Poetin, over escalatie en sancties gesproken, die vindt de massale economische sancties die door westerse landen getroffen zijn tegen Rusland en Belarus, vindt hij vergelijkbaar met een oorlogsverklaring. Schrok u daarvan? Nee, ook dat past weer in de retoriek. Waar natuurlijk wel naar gekeken wordt en wat voor het Westen lastig te lezen is, is wat nou exact zijn psychologie is. Je moet constateren dat lange tijd Rusland allerlei interventies heeft gepleegd en eigenlijk met relatief beperkte middelen het Westen heeft weten uit te dagen. Zie ook wat er bijvoorbeeld in Mali en op andere plekken aan de hand is. Het grote verschil met deze oorlog, met deze situatie, is dat de repercussies voor Rusland zelf ook zeer groot zijn. En daarom probeert men natuurlijk ook te kijken, wat mag je van hem verwachten? Hoe kan je ook toch het gesprek aangaan? Hoe kan je de-escaleren? Ja. Hoe kan iemand als Bennett of iemand als Erdogan, de Israëlische premier, hoe kunnen die door contacten toch ook opnieuw zorgen dat we proberen te de-escaleren? Ja, u noemt Poetin hier. Ziet u hem als totaal onberekenbaar? Het is heel moeilijk te lezen, heel moeilijk in te schatten hoe hij hier tegenaan kijkt. Wat wij weten, wat ook openbaar bekend is, is dat er een relatief kleine groep mensen deze beslissingen neemt en dat de checks en balances zoals wij die hebben, van de vrije pers, van een parlement,
En überhaupt tegenspraak, wat je natuurlijk in het Westen gewoon bent. Maar iets precies, ik probeer het iets preciezer te krijgen. Want bijvoorbeeld premier Rutte zei, uw premier Rutte zei, paranoïde is hij. Ja. En, hoe ziet u de persoon en de denktrand van Poetin? Ik denk dat het eerlijke antwoord is dat niemand dat exact weet. Maar dat je wel een leider en leiderschap ziet wat geïsoleerd is. Ook door de coronacrisis. En wij weten dat, zoals dat sowieso vaak gebeurt in een autocratisch systeem, maar nu nog veel meer, dat er een relatief kleine groep mensen is die daar de beslissingen neemt. En dat tegenspraak, andere informatie, mensen die met afwijkende perspectieven komen, dat dat toch op een hele andere manier daar gaat dan hier. En dan loop je natuurlijk het gevaar dat je toch een te rooskleurig beeld krijgt. Ja. U kent het gezegde, je komt niet met slecht nieuws naar de tsaar. Dat is levensgevaarlijk in zo'n situatie. Het is misschien een echt lastige gedachte, maar toch is het zo dat Europa, omdat het zoveel geld betaalt voor het gas dat ze uit Rusland krijgt, namelijk 600 miljoen euro per dag, is het in feite zo dat Europa die oorlog financiert. Is dat niet een gekmakende gedachte eigenlijk voor u? Nou, het is in zekere zin nog ongemakkelijker. Er is natuurlijk heel veel van de prijsontwikkeling van de afgelopen jaar, dat is allemaal in de zakken van Gazprom verdwenen. Dus überhaupt hebben wij natuurlijk iets evident niet goed gedaan met onze enorme afhankelijkheid van Russisch gas. Dat is natuurlijk de ongemakkelijke waarheid van dit moment. En daarom moeten we daar zo snel mogelijk wat aan doen. Ja, dat is eigenlijk de enige sanctie die nog niet getroffen is, hè? Klopt. En dat is ook wel weer verdedigbaar, vind ik. Want als je realiseert dat sommige van de lidstaten in Oost-Europa voor 80-90% van het gas afhankelijk zijn van Rusland, dan zou daarvan de consequentie potentieel zijn dat daar alle huizen niet meer verwarmd worden. Dus dat gebeurt niet? Nou, wat je moet doen, vind ik, is zo snel mogelijk naar energieonafhankelijkheid toe gaan. Dat is ook precies de dialoog die er met de Nooren, met de Qatari, die landen die veel energie hebben, op dit moment gevoerd wordt. Maar je hebt gewoon te maken met een situatie waarin Rusland veel meer leverage heeft via die energie over Europa dan verstandig is. En dat hadden we gewoon echt anders moeten aanpakken. Ja, afhankelijk. Er is nog iets wat me te binnen schiet als je het hebt over wat we misschien anders hadden moeten aanpakken tegenover Rusland. En dat is onze eigen Zuidas. We hebben jarenlang natuurlijk Poetin en zijn oligarchen geholpen door geld, besmet geld, in schimmige constructies weg te laten vloeien. Daar zijn miljarden mee gemoeid. Zeker. Heeft u er spijt van dat u als minister van Financiën in de vorige periode daar niet meer tegen gedaan hebt? Nee, ik denk dat dat ook een van de lessen is. Als het gaat over waar ons financiële systeem voor wordt gebruikt. Ik noemde u net al die energie. De derde is denk ik dat je als je terugkijkt en je ziet de internationale reactie van 2014 op de Krim en op de Donbass, dan is die toch ook minder dan lauw geweest vergeleken met nu. Een beetje de tragiek van de democratie is vaak dat je uiteindelijk de juiste dingen doet, maar wel vaak te laat. En dat geldt ook voor deze onderwerpen. Dus u heeft op mijn vraag is het antwoord dus eigenlijk ja. Ja, ik vind daar spijt van. Ik vind dat wij daar te lang ons niet gerealiseerd hebben waar dat voor gebruikt wordt. En ik vind het goed dat die oligarchen nu worden aangepakt. En ik vind het ook volslagen terecht, heeft de Kamer ook afgelopen maandag gezegd, laten we nou alles op alles zetten om ook te zorgen dat ons financiële systeem daar niet voor gebruikt wordt. Nee. Goed. Nog even over dat gas en die 600 miljoen euro per dag. Het feit dat Europa dit doet. Ja. En dat Europa zo afhankelijk is. Dat is natuurlijk, want u zegt we moeten daaraan werken, we moeten dat veranderen, misschien energietransitie. Maar dat is niet van vandaag op morgen veranderen. Dus wij zijn afhankelijk en blijven dat voorlopig van deze man. Nee, dat is natuurlijk het hoogst ongemakkelijke. Overigens in beperkte mate voor Nederland. In veel sterkere mate voor landen in Oost-Europa. Je kan wel degelijk wat doen. En je ziet ook wat Duitsland nu bijvoorbeeld doet met het bouwen van die twee LNG-plants. Maar er moet veel meer gebeuren. En eerlijk is eerlijk, je hebt dat probleem, zo'n energieprobleem, dat heb je niet tussen 6 en 9 maanden opgelost. Ja. Een van uw voorgangers op buitenlandse zaken, Jaap de Hoop Scheffer, die noemde de EU, daar wil ik het met u over hebben, een economische reus, een politieke puber en een militaire Dwerg, volgens mij heeft hij gezegd. Ja. Die dwerg, moet hij nu razendsnel volwassen worden? Nou, die heeft in ieder geval een aantal hele forse stappen gezet de afgelopen 2 weken. Maar ik ben het wel zeer met hem eens. Als je kijkt naar de afgelopen decennia, dan is Europa uitgegroeid tot een economische supermacht. Maar heeft dat eigenlijk niet weten te vertalen in geopolitieke macht. In het vermogen om dat
om die economische power ook in te zetten om de wereld te beïnvloeden. Sterker nog, op het moment dat er een uitdaging ligt, of dat nou gaat over spionage of over cyber, is Europa heel slecht in staat geweest de afgelopen jaren om daar een effectief weerwoord op te geven. Tot 2 weken geleden. Want als je ziet wat er nu gebeurd is, dan is dat toch een opmerkelijke mate van eensgezindheid tussen alle Europese landen onderling, maar ook met de NAVO-lidstaten. En dat beslaat eigenlijk het hele palet. Het gaat over sancties, het gaat over economische steun, het gaat over humanitaire steun. En zelfs een klein stukje van die militaire steun loopt nu via Europa. En dat is, ja, dat was 2 weken geleden, ondenkbaar. Die eensgezindheid, zou je kunnen zeggen, dat is door Poetin onbedoeld gecreëerd. Ja, dat is natuurlijk het bijzondere aan deze periode. Je moet ons realiseren dat 1 lidstaat... in principe had kunnen zeggen nee tegen dat hele sanctiepakket. Dat is niet gebeurd, dat is hartstikke mooi. Maar nu even wat het dan ook betekent. Want op defensiegebied kan Europa weinig tot niets. Vindt u dat Europa, EU, meer defensievermogen moet krijgen? Nee, ik vind dat Europa, heel Europa, veel meer in staat moet zijn om zelf dit continent te verdedigen. En ook daar merk je dat wij ruw ontwaken uit een strategische defensieve winterslaap. En eigenlijk ons nu weer met de neus op de feiten worden gedrukt. Dat betekent niet dat je van de Europese Unie een soort militaire macht moet maken, maar het betekent wel dat je de samenwerking tussen NAVO en EU echt aanmerkelijk zal moeten versterken. Ook dat was het goede nieuws van afgelopen vrijdag, want daar waren er gecombineerde vergaderingen. Dus dat is 1. En 2, je moet wel zorgen dat Europa die economische macht naar het geopolitieke terrein weet te verleggen. En dus in staat is op het moment dat er uitdagingen zijn die voorbij het puur economische zijn. En ik noemde net spionage, maar het geldt ook voor cyber. Het geldt ook voor andere type chantage die er soms plaatsvinden in de wereldpolitiek. Dat je daarop weet te antwoorden als blok. Dus meer militair vermogen voor Europa? Nee, meer geopolitiek vermogen. En voor Europa als geheel daarnaast. Maar dat binnen de context ook van de NAVO, veel meer samenwerking met de EU. En überhaupt de defensieuitgaven opschroeven. En ervoor te zorgen dat ook de coördinatie sterk verbetert. Want dat is natuurlijk ook nog een groot probleem. Als je kijkt naar veel van de Europese lidstaten, doen ze nog heel veel van de inkopen doen ze zelf. Toch? Heel veel van de basiszaken doen ze ook zelf. Ik wil het graag preciezer hebben, want u zegt meer geopolitiek vermogen van Europa. Dat lijkt mij dat alleen maar kan als je ook meer militair vermogen hebt. Of zie ik dat verkeerd? Niet per se. Laat ik een voorbeeld noemen. Wat we nou recent hebben gezien. Daar heeft Litouwen is in een conflict geraakt met China over een handelskantoor op Taiwan. Vervolgens is het toch eigenlijk dat kleine Litouwen met 3 miljoen inwoners vis-à-vis China met meer dan 1,3 miljard inwoners. Ja. En dat is typisch zo'n onderwerp waarvan je eigenlijk zou moeten zeggen, als wij nou 1 Europese familie zijn en dit type conflicten, waar het economische door China onmiddellijk wordt verknoopt met het politieke, dan moet je daar als blok opereren. Waarom? Omdat elk van die lidstaten, en zeker de kleinere, zoals ook Nederland, die zijn op dat internationale toneel zonder een geopolitiekere unie eigenlijk onvoldoende in staat zichzelf te verdedigen. Terug naar Europa. Als je kijkt naar wat er nu gebeurt in Oekraïne, dan zegt u Europa moet meer voor elkaar kunnen krijgen, geopolitiek. Ja. De waarheid is op dit moment dat als je naar de Europese defensie kijkt, dat het een logistieke nachtmerrie is. Zeker. Wapensystemen sluiten niet op elkaar aan, allerlei verschillen, waardoor het feitelijk zo is dat er in Europa veel meer geld wordt uitgegeven aan defensie dan bijvoorbeeld in Rusland. Ja. Maar wij geen vuist kunnen maken. Ja, het is niet helemaal een eerlijke vergelijking. Maar even, moet dat veranderen? Moet ook Europa? Zeker. Zeker, dat moet veranderen. Onze afhankelijkheid van de Verenigde Staten minder worden? Nee, wat vaak gebeurt in Europa is dat die twee dingen tegenover elkaar worden gezet. Als zou dat dan ten koste gaan van de NAVO of als zou Amerika dat niet willen. Het is juist andersom. Amerika is er heel erg voor, zeggen ze ook in alle gesprekken, dat die Europeanen beter coördineren, beter afstemmen, zorgen dat het ook in Europa meer een geoliede machine is. Maar toch nog even naar dat geopolitieke om daar een voorbeeld van te geven. Nu is het gelukt in deze enorme crisis om met die 27 het eens te worden op die sancties. Eén van die landen had kunnen zeggen, ik doe niet mee. En dan was het hele pakket niet doorgegaan. En dat was natuurlijk dan waren we echt in een hele ingewikkelde situatie beland. Dat betekent dat Nederland ervoor is, samen met Duitsland en een paar anderen,
om hier ook van die unanimiteit af te komen. Bij dit soort onderwerpen af te spreken, daar moeten we als Europese Unie slagvaardiger worden op het geopolitieke domein. En dat betekent dat er geen unanimiteit meer nodig zou moeten zijn voor dit soort beslissingen? Nou, bijvoorbeeld niet op deze. Want, en nogmaals, nu is het goed gegaan. Het is ook, ik vind het echt zeer positief om te zien dat ook landen die wellicht de afgelopen maanden een wat lastige relatie hadden met de Unie, neem Hongarije en Polen op het gebied van de vluchtelingen, op dit moment meer dan hun fair share doen. Maar één lidstaat had kunnen zeggen, het hele feest gaat niet door. En dat is niet gebeurd dit keer. Maar u zegt, om dat een volgende keer te voorkomen, misschien toch kijken naar die unanimiteit. Zeker. Even, u zei eerder deze week in de Telegraaf dat u het regeerakkoord vindt dat dat opengebroken moet worden ten behoeve van Defensie. Nu is het zo, daar staat in, 3 miljard structureel voor Defensie. En u zei, we moeten in de volle breedte bezien wat het betekent, voor het regeerakkoord dus, als het defensiebudget wordt verhoogd. Nee. Openbreken dus. Nee, wat ik heb gezegd is, heb ik ook in de Tweede Kamer overigens gezegd, is we moeten terug naar de tekentafel, want we zijn ingehaald door de realiteit. En dat geldt met name op twee gebieden. Dat gebeurt op het gebied van Defensie. Daar heeft de Kamer ook zelf een motie over aangenomen. En heeft gezegd, kabinet, ga kijken hoe je daar meer aan gaat doen. En het tweede onderwerp waar ik dat in ieder geval op verwacht, is op het gebied van vluchtelingen. Want ook daar zie je dat we in een totaal andere realiteit terecht zijn gekomen. Wij hadden het, niemand had kunnen voorzien, en wij zeker niet in december, dat er inmiddels, ik geloof, 1,2 miljoen vluchtelingen in Europa zijn. En ga er maar vanuit dat er nog een heleboel meer worden. Uw collega Kaag zegt, ja, liever niet dat de regeerakkoord opengebreken, want het heeft allemaal lang genoeg geduurd voordat het er was. Ook misschien wel een beetje door de rol die u daarin had. Nou, ik geloof niet dat het gezegd heeft. Dat zijn mijn woorden. Maar niet openbreken, gewoon snelle, goede maatregelen nemen. Nee, maar volgens mij zeggen wij in onze eigen woorden exact hetzelfde. Namelijk, er moet meer gebeuren op het gebied van Defensie, heeft ook de Kamer gezegd. En dat is echt nodig, want we zijn daar in een andere realiteit beland. Okay. Het tweede onderwerp waar dat evident voor geldt, zijn de vluchtelingen. En ook daar hebben we te maken met een zeer urgent probleem. Eén ding nog. Ja. Uw collega Kaag zei ook vanochtend bij onze collega's van WNL dat zij voorziet grote economische instabiliteit als gevolg van wat er in Oekraïne aan de hand is. Ziet u dat ook, een economische klap? Ik denk dat wat zij gezegd heeft, dat zeer juist is. Je weet nooit exact hoe de toekomst eruit ziet. Maar wij moeten rekening houden met de aanmerkelijke kans van fundamentele gevolgen, ook op economisch gebied. Hartelijk dank voor dit gesprek. Dank u wel. Bedankt voor het kijken. Vond je dit een goed gesprek? Vergeet dan niet te abonneren. Een like of een reactie achterlaten kan natuurlijk ook. Of bekijk een van de andere interviews op dit kanaal.